Studenten willen geen lounges, zitzakken en apenrotsen in de universiteitsbibliotheek, maar meer studieplekken en computers. Dat blijkt uit een enquête van studentenpartij SOG onder ruim 1000 studenten. Slechts 13% van de studenten is blij met de verbouwing op de eerste verdieping. Oude werk- en computerplekken zijn vervangen door werkplekken die lijken op treincoupés, houten apenrotsen en er staan nu zelfs zitzakken. Binnenkort worden ook de andere verdiepingen verbouwd. Veel studenten zijn van mening dat de ruimte nu niet efficiënt gebruikt wordt. Als je een beetje om je heen kijkt hier, denk je van ja, het straalt iets leuks uit. En ik denk dat dat hun doel was. Nou ja, dat hebben ze bereikt. Maar de functionaliteit ligt erg laag. Je ziet ook dat natuurlijk veel onzin plek op zich wel. Want ik vind natuurlijk dat je veel meer effectief gebruik kan maken van de ruimte hier. Dus dat is wat wat minder. Ja, er stonden hier gewoon allemaal werkplekken zoals computers. En die dingen zijn altijd al, zeker tijdens de tentamenweek, om 10 uur 's morgens allemaal bezet. En ja, het is een beetje belachelijk dat ze die dingen hebben weggehaald voor zoiets als dit. Ik heb sowieso liever ook echt een tafel. En met zo'n zitzak is dat eigenlijk al niet meer te doen. En dat is meer echt om gewoon comfortabel op te zitten, maar niet echt om te studeren, denk ik. Voor wat betreft de ontevredenheid over deze ruimte, vinden we natuurlijk jammer om te horen. En we willen graag benadrukken dat de ruimte zoals deze er nu is niet representatief is voor de rest van de renovatieplannen die eraan zitten te komen. Volgens Haveman is dit nog maar de start van de verbouwing en zullen er juist meer werkplekken bij komen. In het kort komt het erop neer dat eigenlijk de hele UB wordt aangepakt. Daar wordt aandacht aan besteed. Nou ja, ook aan dingen als klimaat en daglicht en om het een prettigere plek te maken voor alle studenten. Daarbij benadruk ik dat er heel veel werkplekken bij zullen komen. Ouderwetse werkplekken. Maar waar gaan die werkplekken dan komen? Nou, we hebben niet alleen de eerste verdieping, want deze ruimte waar we nu zitten, dat is op de eerste verdieping. We hebben er nog een aantal verdiepingen bovenop zitten. Die zullen opnieuw worden ingedeeld. Toch zijn er ook studenten die het werken op de eerste verdieping fijn vinden. Ik merk dat op de bovenste verdiepingen, bijvoorbeeld als je een keertje kucht, dan kijken mensen je echt zo aan van hou op. Dit is tenminste wat relaxter. Maar als ik echt iets uit mijn hoofd moet leren, dan ga ik wel een verdieping meer naar boven. Ik zit hier echt bijna elke dag te studeren en met al mijn vrienden. En er is gewoon, ik werk graag eigenlijk op mijn eigen laptop. Dus ik vind het eigenlijk beter zo. En ook gewoon om te overleggen een beetje over studie hier. De mensen die in alle rust willen studeren, zullen het hogerop moeten zoeken. Alle handelingen die je nodig hebt, bijvoorbeeld het inleveren van boeken, het uitlenen van boeken, eventuele kluisjes en de kantine, dat allemaal op de begaande grond is, zodat je ook niet meer de hele bibliotheek door hoeft om bijvoorbeeld een boek op te halen. Dat is een gedachte erachter geweest, om zoveel mogelijk service op de begaande grond te houden en inderdaad echt het hardcore studeren, als ik het zo mag noemen, in de rest van het gebouw en ook in stiltegebieden. De komende jaren krijgt de UB dus nog een flinke make-over.